René van der Klink, de voorzitter van HC Schiedam. Ja, dit is natuurlijk weer zo'n dag in de geschiedenis van de club, hè, met de toevoeging van een skillsveld. Ja, klopt. We hebben nog een vrij jonge geschiedenis als club. Maar we zijn ontzettend trots dat we al in het het tweede jaar een C-Sign techniekveldje hebben kunnen aanleggen. Nou, dat is een hele term natuurlijk. Misschien even kort uitleggen, wat is een skillsveld? Nou, een skillsveld is, je hebt net kunnen zien hoe het werkt. Een veldje waarop speelsters hun techniek kunnen verhogen. Het is een driedimensionaal veldje. Er staan allerlei oefeningen op uitgezet. En er hangen ook borden aan de zijkant met instructie erop hoe het werkt. Dus spelers kunnen individueel hier zelf werken aan hun vaardigheden. En als je dat maar vaak genoeg doet en intensief genoeg doet, dan word je vanzelf beter. Waarom willen jullie als club zo'n veld hebben? Nou, wij willen graag investeren in de jeugd. En niet alleen tijdens trainingsuren, maar ook buiten de trainingsuren. Dus als ze hier in het weekend zijn en ze hoeven zelf niet te spelen, kunnen ze gewoon een stick meenemen en een balletje en lekker even gaan oefenen. Nou, het is een mooie aankleiding ook gelijk geweest. Hè? Twee internationals ook weer die naar Schiedam komen. Ja. Maar ik heb begrepen dat er eigenlijk plannen zijn voor nog meer dingen op dat terrein. Ja, dat klopt. Je hebt al gezien, naast het techniekveld verrijzen nu ook de contouren van een ander veldje. En dat wordt onze Urban Cage. En dat is met name een veld waar kinderen beter hun motorische vaardigheden kunnen oefenen. Dus daar komen allerlei stoere apparaten en dan kan je een balletje hoog houden. En op die manier op een ander soort ondergrond trainen dan een veld. En dat schijnt ook heel goed te zijn voor je ontwikkeling. Dus dat is een tweede project waar we nu aan het afronden zijn. Ik denk dat we daar nog een week of vier voor nodig hebben. Dus de uitnodiging volgt. Is het eigenlijk vooral bedoeld voor de kinderen of zijn het ook de senioren die hierop kunnen oefenen? Ja, die kunnen hier natuurlijk ook op oefenen, maar het is vooral bedoeld voor de jeugd. En daar is het echt voor ontwikkeld. En we willen ook graag inzetten op de jeugd. We hebben enorm veel jeugd. Zo'n skillsveld, kennen jullie dat? Want je speelt zelf bij Den Bosch. Kennen jullie dat daar ook? We hebben het toevallig bij onze club niet liggen. We hebben een ander soort veldje. Maar bij Oranje-Rood bijvoorbeeld, iets meer naar het zuiden, heb je hem wel liggen. En daar heb ik hem voor het eerst gezien. En getest. Ik vind het superleuk. Een beetje skills trainen en dan worden alle kinderen denk ik veel beter van. Heb je zelf ook al geoefend hier? Ik heb ze wel een beetje meegedaan stiekem hoor. Ik vind het wel leuk. Wat is dan de bedoeling van zo'n skillsveld? Wat kun je daar vooral trainen? We hebben hier liftjes of chopjes, allemaal om over de stick heen te komen. Dus je ziet dus allemaal die reliefjes zeg maar, die je dan eigenlijk niet mag aanraken. Dus ik zeg al dat de zwart-gele relief is, dat het de lava is. Dan weet ze genoeg, denk ik. Dus, maar ook een turn, zo'n draaibeweging om je verdediger te passeren. Dat is eigenlijk de bedoeling. Hier kunnen ze een beetje mee experimenteren. Het zou leuk zijn als ze het straks kunnen toepassen in een wedstrijd. Ja, en het is denk ik ook een leuke toevoeging, hè, bij de trainingsmethode voor de kids. Ja, dat denk ik ook. En zeker als je hier bent en je hebt geen training of geen wedstrijd. En velden zijn bezet of zo, dan kan je hier gewoon trainen. Want daar word je gewoon beter van. Eerlijk is eerlijk. Dus het is gewoon super leuk om het op deze manier te doen. Ik vind het zelf nog steeds leuk. Dus. Hoe vonden de kinderen het die hier hebben gespeeld? Nou, ik krijg goede reacties. Ik weet niet of dat het komt omdat ik het ben of dat ze het echt leuk vinden. Maar sommigen hebben het al geprobeerd, sommigen nog niet. Want ik begreep dat het al 2 maandjes hier nu ligt.